Ik kreeg het commentaar dat mensen de palmbomen leuk vonden. Dus dan zorg ik gewoon voor wat palmbomen. Maar daar gaat het filmpje niet over. Het is een kleine klaagzang op de banken in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is ellende en het wordt erger. Het was altijd al erg, maar het lijkt alsof het de laatste tijd nog lastiger wordt. Wat betekent dat in concreto? Heel eenvoudig, om de havenklap. Wordt je app bevroren of wordt je account bevroren en moet je even iets doen? En soms is datgene wat je moet doen helemaal niet zo eenvoudig als je bijvoorbeeld in Nederland of in België bent. Bijvoorbeeld even naar de dichtstbijzijnde ATM van het juiste merk bank lopen om daar je kaart in te stoppen, je pincode in te geven en even een paar toetsen aan te slaan. Lastig als je in het buitenland bent. En dat gaat zeker gebeuren als je bijvoorbeeld je licentie te laat verlengt. Waarin ik ook moet zeggen, trouwens, dat afgezien van die specifieke situatie, namelijk het niet verlengen van je licentie, het sowieso vaak gebeurt dat de bank iets niet vertrouwt. Ik hoor het ook van mensen die hun bankkaart in Europa gebruiken, waarna vervolgens in de app staat: The application has been blocked en je moet bellen en je moet wat dingen doen. En als je dan belt, ja, dan heb je het probleem dat het soms een gratis nummer is wat je vanuit het buitenland niet kunt bellen. En als je het wel kunt bereiken, dan krijg je toch wel erg vaak de message: We are receiving an unexpectedly high volume of calls. Waarbij je na de 30ste keer ook denkt: moi, unexpected, valt wel mee.